Goedemiddag allemaal. Ja, het is een beetje laat. Het is nou net 3:30 geweest. Maar ja, maakt niet uit. Ik wil jullie alweer onwijs welkom heten bij deze gloednieuwe vlog. En ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst vandaag. Vandaag weer lekker post gelopen. Nu gezellig bij Karin. Ik had wat meegenomen. Karin nou, had ook het een en ander ik ook in de koelkast. Meegenomen. Ik wil nu lekker kalkoen uitmaken. Dacht ik. Met diverse kruiden. Hier staat ook het een en ander te pruttelen. Kip, varkensvlees, rijst en nog een pannetje voor iets anders. Nee, dat was net voor jou. Oh, dat was net voor jou. Dat waren de boontjes. De beestjes zijn er ook al. En waar is deze? Ja, daar ben je al. Ja. Met je mondkapje op. Ja, dat is tegen de katten. Dan kun je de katten niet najagen. Het is een beetje donker hier. Maar wij gaan even lekker, denk ik toch, buiten zitten. Kijk, hier staat lichter, dat scheelt weer. Ja, want ik zei al gisteren tegen mensen dat en dat je wel even zou vloggen, maar toen moest je in één keer nog vergaderen en dat was ik vergeten. Ja. Dan ga je nu even lekker voor de camera. Nu even lekker vloggen. Dan zie je meteen de rest van je keuken. En de keuken van de buren aan de overkant. Nou, dat is hun keuken niet hoor, scheelt weer. Dat scheelt weer. Oké, nou gaan we lekker naar buiten toe. Vogeltjes fluiten. Zo, nog verkeerd. Dus, maar goed, zoals ik zei, lekker post gelopen de hele tijd. Nog even naar de supermarkt geweest. Wat boodschappen gehaald. En die hebben we daar, kleine meid. Gaat weer naar binnen. Ja, oké, nou dat kan gebeuren, dat zijn we naar binnen moet. Maar wat is er verder nog allemaal te vertellen? Nou, gisteren dus vergaderd. Tot of 10, van 8 tot 10, 2 uurtjes. Even verteld hoe het zit met de zonnepanelen. Even kijken wat is er verder allemaal voor leuks te verzinnen. Nou, postlopen, wat is daar voor leuks aan? Nou, dat je lekker buiten bent, lekker zonnetje, lekker een beetje beweging. En je hebt een doel, dat is heel belangrijk voor mij. Een doel hebben om iets te bereiken. Van oké, weet je wel, zoveel post, moet allemaal netjes weg. Vandaag zaten er twee vreemde eenden in de bijt. Eén voor een andere wijk en één voor een heel andere stad. Dus oké. Ja, dat kan gebeuren. En dus Karen we komen ophalen. Zijn we gezamenlijk naar de supermarkt gegaan. Er even wat boodschappen gedaan. Een theetje gedronken. Toen zijn we nog even naar de snackbar geweest. En daar even wat versnaperingen te halen. Even iets eten, iets drinken. En toen naar huis. Toen heb ik Max opgehaald. Nadat ik gedoucht heb natuurlijk. Even iets schoons aangetrokken. Douchen, schoon aantrekken. Dan Max meenemen naar hier. En nu is Karin voor mij en haar zelf aan het koken. Niet van woede. Wel iets lekkers. En Karin heeft de neiging altijd iets meer te maken. Van oké, dan hoef je maar één keer te koken. En dan heb je nog vanmorgen of later op de avond nog iets te eten. Ik kan gewoon even lekker opwarmen. Ik hoef niet meer uitgebreid te koken. Scheelt weer. En volgens mij zag ik net een vleermuis. Even kijken of die in beeld wil komen. Niet echt. Nee. Meestal hebben ze een vast patroon om te vliegen. Ze hebben sonarlocatie geloof ik. Echolocatie. En dus een puls uit. Wanneer die puls weer terugkomt, dan weten we waar staat het object. Tijd tussen de twee, het zenden van de puls en het ontvangen van de puls. Dat bepaalt de afstand tot het object. En, ze schijnen dus een kaart te hebben gemaakt in hun brein. Van oké, hier staat een reeks van objecten. Daar kan ik langs vliegen. En boven bepaalde hittepunten of lichtpunten. Daar zijn vaak insecten, vliegende insecten te vinden. Dus daar gaan ze dan op af. Dus als zij dus een vreemde echo terugkrijgen, een sneller dan verwacht echo, dan weet ze van oké, daar zit iets, daar ga ik op afvliegen. Dan gaat hun echo systeem wat vaker pulsen uitzenden en hogere pulsen. Die komen dan heel snel weer terug.
Dan zijn dat hoogfrequent geluid sneller reist dan laagfrequent geluid. Dat was hij weer. Maar een en ander kan je natuurlijk vinden over, op internet, over vleermuis en echolocatie. Heel interessant allemaal. Veel te interessant om die allemaal uit te leggen. Okay, ja, gewoon even kijken of ze ermee mee willen piekeren. Misschien zien jullie het, misschien ook niet. Het is een soort vogel zonder veren, ja, logischerwijs. Vogel zonder staartveren, laat ik het zo even noemen. En misschien zien we iets in beeld komen, misschien ook niet. En jij was er ook weer? Ja, heel even, ja. Ben je in beeld? Nee, ik ben niet in beeld. Jammer. Nee, en ik heb nog maar één streepje batterij. Oh, oké. Okay. Nou, dan laten we het even hierbij. Nou, het is even een beetje donker, maar oké, dat maakt helemaal niet uit. Roderick en ik zijn even druk bezig met een kattenbak. Toch? Ja, heel druk bezig. Want waarom zijn we er mee druk mee bezig? Hij had een bepaalde geur. Dat hoeft er niet op. De kattenbak was vies, dus maak hem even schoon. Juist. Zo, ik hou van jou even in te zoomen. Ja, maar ga verder, ja. Dus jij had daar, even kijken, twee schoonmaakmiddelen voor. Gelijk ja. En dat heb je even een beetje gemengd. Gemengd. Water erbij. Eetwater. Ja. Nu laten weken. Andere onderdelen schoongemaakt. Kattengrit in de zak gedaan en naar buiten gedaan. Ja. Twee nieuwe zakken kattengrit staan al klaar. Max kwam af en toe even kijken. Ja. Oh, lovely. Oh, ja, maar ik wil spengelen. Ja, maar ga verder. Dus gaan we zo meteen mee verder. En wat heb je nog meer gedaan? Ik heb een douchegordijn net gevonden. In een van jouw laden. Ja. Ga ik straks oppakken. Want? Waarom? Nou, het andere gordijn was een beetje vies geworden. Jawel hè, vies hè? Iets cheapies. Ach ja, maar het maakt niet uit, maar we zijn lekker bezig, toch? Precies. Een goede teamwork, toch? Kijk, dat is mooi. Ja, ik wil jullie heel graag bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vinden jullie deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het wel beroemde blauw duimpje omhoog. Of roze duimpje, of rood duimpje. Het is net wat voor duimpje jij maar wil. Ik zou zeggen, laat even een leuke reactie achter. Ja, het is een beetje donker. En like, deel deze kanaal. En abonneer, dat zou ik onwijs leuk vinden. En dan, als jij het abonneert op mijn kanaal, dan doe ik het ook weer op jou. En dan komt het helemaal goed. Ik zou zeggen, dankjewel. En tot de volgende keer maar weer. Doei!